Allereerst, ik ben benieuwd, wat vind je dochter Mickey van Moonkings? Ja, ze vinden het lekker. Ik heb haar altijd vanaf dat ik in het demo-stadium zat, laat ik haar in de auto af en toe een nummer horen. En dan kijk even wat ze ervan vindt, weet je wel. Ze vinden het leuk om dat als eerste te horen ook. Ja. En je kan zien dat uiteindelijk kids, of ze nou of het hele kleine kids zijn of hele grote kids, dat ze altijd ook op ritme reageren. Ja. Je ziet bijvoorbeeld als je voor een kindje van anderhalf jaar, als je daar AC/DC voor draait, dan beginnen ze altijd te springen. Ja. En als je er iets, zeg maar, een of andere ballad voor draait of zo, weet je wel, dan reageren ze niet. Het is echt, en ik zie bij mijn dochter, die is inmiddels 14, zie ik dus dat als er gewoon een lekkere punch in het ritme zit, dat ze er heel snel op ingaan eigenlijk. Welke muziek houdt zij zelf van? Nou, op dit moment is het van alles nog wat. Ik heb haar naar One Direction gebracht een half jaar geleden met haar beste vriendinnetje. En dat was echt een feestje. Ik ben niet mee naar binnen gegaan, want ik vind het leuker dat zij daar met z'n tweeën uit het dak gaan zonder dat er een paar bij staat, weet je wel. Ja. Maar daar is ze wel fan van en tegelijkertijd ook dingen als Led Zeppelin en de Beatles en van alles door elkaar eigenlijk, weet je. En dat is leuk op een bepaalde leeftijd, als je nog niet zo bevooroordeeld bent, als je steeds verder, naarmate je verder in je leven komt, dan word je er specifieker in, weet je wel. En dan weet je ook meer van ik hou van dat of van dat. En tot een bepaalde leeftijd, dan spreekt iets je aan of niet. En dan maakt het je niet zoveel uit of het een bepaald genre is of een bepaalde hoek. Ik kan mezelf van vroeger ook wel herinneren dat ik naar ook de radio aan het staan of zo, naar een popprogramma luisterde toen ik piep klein was ook. Dan hield ik van Hendrix, de Cream, maar ook van de Monkees bij wijze van spreken, weet je wel. De Amerikaanse Beatle-imitatie. Maar heb jij, wanneer kwam voor jou dan echt die specificaties in je echte muzieksmaak? Nou ja, ik begon op een gegeven moment wel, toen ik een jaar of 12 erachter te komen, dat er moest al, als er een vette gitaar in zat, dat ik het wel een stuk lekkerder vond dan een hoop andere dingen. En, dan, toen begon ik ook heel snel in te duiken inderdaad in Hendrix en de nummers van bijvoorbeeld de Beatles, waar een goede gitaarlik in zat, vond ik al lekkerder dan andere nummers en zo. Dus dat begon al een splitsing te worden. Maar toen begon ik dus ook te spelen. Dus, en dan praten we over 67, 68, denk ik? Ja, zoiets, ja. Toen was het zeker al specifieker, want dan had ik ook met vriendjes en zo begon je een bandje, weet je wel. En dan gingen nummers die lekker vond, die begon je na te spelen en zo. Het moet vreselijk geklonken hebben als ik het nou terug hoor, maar toen vond ik het natuurlijk helemaal te gek. Toen vond ik het zelf het beste van de wereld. Heb jij, heel even terug te gaan, zeg maar, naar je dochter. Zij is nu 14. Je bent eind jaren 90 of begin 2000 ben je enigszins gestopt met het actieve tourleven. Ja. Heb jij nog wel muziek gemaakt? Kent zij jou als muzikant? In zoverre. Ik heb vanaf haar derde, als Whitesnake in Nederland is, speel ik bijna altijd wel een paar nummertjes mee. En toen ze 3 was de eerste keer, of 4 of zo. Nee, ze was 4. Toen was de eerste keer dat ik hem mee had genomen. En van die, zo'n geluidsdempende koptelefoon opgezet. En toen begon de hele zaal atje te schreeuwen en dat vond ze eigenlijk niks, vertelde ze achteraf. Want ze zei, ja, je bent mijn vader, moet zij geen atje gaan roepen. Zij vond eigenlijk dat zij de enige was die dat mocht roepen, weet je wel, zoiets. Dus dat vond ze een beetje vreemd. En toen, even kijken, 2006 is ze mee geweest. Toen speelde ik met Whitesnake mee in het Aero Classic Rock Festival. Er waren iets van 30.000 man of zo. En toen begon ze het al wat interessanter te vinden in zoverre. Ze was al een beetje geïntimideerd door die enorme hoeveelheid mensen. En dat vond ze aan de ene kant wel, denk ik, wel interessant dat de paarden stonden te spelen, maar ik had niet de indruk dat het nou echt helemaal tot het doorgedrongen was. Maar 2 jaar geleden, toen was ze dus 12, toen speelde ik met Enschede in Enschede met Whitesnake. En toen had ik een ereplaatsje boven op het balkon. En toen zag ik een kopie zo, weet je. Nou, toen vond ze het wel spannend. Yeah. En toen heb ik het achteraf met haar ook wel over gehad, weet je. Dat het zo dus eigenlijk al die jaren was, maar dan op veel grotere schaal. In Enschede waren die zo'n 2000 man of zo. En ja, in Amerika was het minimale aantal was 30.000 man. Dat was groter dan de Ziggo. En de grootste hoeveelheid mensen was maar 110.000 mensen. Dus
dat is eigenlijk nog een veel grotere heksenketel dan wat zij toen meemaakt. Heb zij niet, het, ik begrijp me niet verkeerd deze vraag, heeft zij een beslissing gespeeld voor jou om weer terug te keren naar de muziek? Als in dat ze ouder wordt, als ze begrijpt dat je nu ook wat meer... Ja, zeker. Ze heeft zeker... Want toen zij een jaar of drie was, toen liep de relatie stuk van haar moeder en mij. En toen, ik was eigenlijk al ongeveer van plan om en bij die tijd... Nou, ik had eigenlijk willen beginnen toen ze een jaar vijf was. Dat ze echt een beetje kon communiceren, dat je kan uitleggen van... Nou, dit is geen wat ik doe, dan moet ik vaak weer weg zijn. En daarna laat ik dan... Om en bij die tijd had ik willen beginnen met alvast het schrijven. Dus tegen de tijd dat ze een jaar of acht, negen zou zijn, dat ik wat actiever zou worden. Ja. Maar toen die relatie van haar moeder en mij stuk liep, toen dacht ik, well, dan moet ik er toch langer mee wachten eigenlijk wel. Want op het moment dat haar moeder en zij dus niet meer over zou kunnen komen, zeg maar, als je samen niet meer door een deur kan, dan is het ook niet normaal dat zeg maar, de moeder met de dochter dan overkomt als je ergens op de wereld aan het spelen bent of zo. Dat kan dan helaas niet meer, weet je. Dus ik dacht, ja, dan ga ik toch wel wat langer stil zijn. Dat was wel een van de drie belangrijke factoren waardoor ik zo lang heb gewacht eigenlijk. Dus jij een van de drie, wat zijn de andere twee? Nou, de allereerste was eigenlijk dat ik de schade op schildergebied wil inhalen. Want van oorsprong was ik eigenlijk kunstschilder en dat kon ik niet in die Weissnecht-periode. Dus een jaar of 13 heb ik geen kwast op canvas gezet en dat wou ik even gaan inhalen. Dus ik dacht, nou, dan ga waarom? Ik even... Waarom? Mist je het? Ja, ik miste het enorm, want ik heb het altijd tot Whitesnake kunnen combineren met de muziek. En op het moment dat ik bij Whitesnake kwam, was ik alleen maar de wereld over aan het reizen of ik zat in de studio. Dus er was gewoon geen gelegenheid en tijd voor om dat te doen. En ik miste het wel. Ik wou dat graag oppakken en even de schade inhalen, maar ik ging ervan uit dat het een paar jaar zou zijn of zo, ja. Weet je wel. En dan die derde factor was eigenlijk dat toen ik op een gegeven moment een jaar of vijf, zes het niet meer gedaan had en ook eigenlijk niet echt gitaar had gespeeld, ook niet gecomponeerd had, toen begon ik me weer meer van bewust te worden dat als ik het weer op zou pakken, dat ik dat volledig van mijn intuïtie wil laten afhangen. Dat ik niet weer verstrikt zou raken in een soort formule of dat ik het... dat ik een soort poging wou doen om in het zadel te blijven zitten zolang ik nog bekend was of wat dan ook, weet je wel. Dat wou ik absoluut niet. Ik dacht, als ik op het moment dat ik weer ga beginnen, dan wil ik het vanuit zuivere overwegingen doen, omdat die een stemmetje achter in mijn hoofd keihard schreeuwt in plaats van een beetje fluistert op de achtergrond van wordt er niet een keer tijd dat, weet je wel. Dat wou ik dus eigenlijk niet. Ik wou echt gewoon volledig onbevangen op mijn instinctieve, op mijn intuïtie de induiken en muziek maken die gewoon vlak bij mijn hart ligt en niet me laten beïnvloeden door wat de muziek smaakt van dat moment, want dat is altijd een tijdelijk iets, weet je, waar ik me niet door laten dicteren, nog door een platenmaatschappij laten voorschrijven van nou, denk je niet dat je dat of dat moet doen of zo, weet je, dat is in het verleden best wel vaak gebeurd, want dat is logisch, dat gebeurt altijd in deze business. Alleen is het wat makkelijker om je daar volledig van los te maken op het moment dat je gewoon toch al een tijd niks gedaan hebt, weet je, op dat gebied. En wanneer kwam zeg maar dat stemmetje, dat instinctieve stemmetje achter in je hoofd, wanneer kwam dat echt kloppen op de deur? Nou, dat begon echt te trappen tegen de deur aan. En, wanneer was dat? Kun je dat was, ja, dat was 2 jaar geleden toen ik een nummer voor SC Twente had geschreven. Die wilde graag een stadion anthem, zeg maar, weet je wel. En daar had ik was ik op ingegaan en daar heb ik een nummer voor geschreven. Waarom heb je dat gedaan? Nou, omdat ik altijd wel een zwak heb gehad voor SC Twente. Ik ben niet per definitie een enorme voetbalvolger. Maar wat ik leuk vind van SC Twente is dat ze vanuit een underdog-positie zich naar boven hebben geknokt. En voordat men in het westen van het land het in de gaten had, kwamen ze in één keer overal te sprake in de kranten en in programma's op tv. En voor die tijd had men het alleen maar over de grote clubs, tussen aanhalingstekens. En in één keer was Twente daar en die knalden erin en die waren in één keer landskampioen. Dat had niemand gedacht, weet je wel. En dat spreekt me heel erg aan. Dat ben ik eigenlijk nou met de Moon Kings ook weer aan het doen. Mensen hadden me eigenlijk een beetje, die hadden gedacht, nou, die van de Berg, die gaat het niet meer doen. En als hij het wel gaat doen, dan gaat hij een band samenstellen met een paar andere hele bekende muzikanten, een zogenaamde supergroep. Dat is me heel veel gevraagd of ik dat ging doen en wie er dan in mijn band zou zitten en zo.
Ik vind het veel spannender en veel een grote uitdaging om met totaal onbekende gasten en gekke plaat te maken. En voor de zoveelste keer de wereld weer even gaan veroveren. Dat is het? Dat zeg maar gewoon een goede muziek maken en gewoon de wereld veroveren? Ja. In plaats van het geëikte pad wat je zegt, dat je bent al wat ouder. En je zegt van nou, ik werk er gewoon toch met mensen die ik allemaal al ken, grote namen. Ja. Wat het makkelijker maakt. Dat zou het veel makkelijker maken. Ja. Maar voor mij een veel minder grote uitdaging en ook minder inspirerend. Ik heb, dan heb je een aantal gasten die het allemaal al een keer of wat hebben gedaan of zo. En dat is hartstikke leuk, want je weet van tevoren dat je goede muziek kan maken dan. Maar de kick die voor mijn gevoel in rock, het soort rock hoort te zitten die ik maak, is die heeft te maken met een soort sprankel die er vaak niet, of die moeilijker terug te krijgen is op het moment dat, dat mensen drukker bezig zijn met in het zadel blijven zitten dan in het zadel komen vanwege met de juiste motivatie. En ik zie dus ook vaak bij die zogenaamde supergroepen dat ze dan één of twee albums maken en dan vliegen ze alle kanten weer uit, want dan botsen de ego's en ze hebben allemaal hun eigen manager en dat wordt allemaal een beetje een voorspelbare formule, vind ik dan. En het is eigenlijk altijd goed, maar het is ook altijd een beetje ongevaarlijk, gewoon omdat het heel goed is, weet je wel. Het is allemaal, ja, mensen, het is vaak zo een aantal, het zijn vaak een aantal lui die het kunstje nog een keer doen of zo. En dat vind ik niet spannend, weet je wel. Daar krijg je geen kick van.